Kijk eens Botlek TV, Link Media. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afhankelijk van wanneer u kijkt natuurlijk. Misschien wel midden in de nacht, wie zal het zeggen. Want u was al gewend natuurlijk naar het Nederlands elftal te kijken. De dames, 4 uur de wekker zetten. En ja, als dat algoritme in uw hoofd zit, dan kijkt u toch gewoon lekker naar de filmpjes van Botlek TV en Link Media. 's Nachts om 4 uur. Nu is het lekker overdag. We staan hier bij het Nissewaard Atelier. Eigenlijk met een S erachter. Nissewaard Ateliers, want er zijn hier 10 verschillende kunstenaars actief. Actief met al hun activiteiten, mode, kunst maken, sieraden maken, glas maken. De mooiste dingen, u zal het zo meteen eventjes zelf zien. Enige probleem is hier aan de Willem Hoevenlaan, Geraniumstraat. Ze moeten eruit. Het is over. Na 10 jaar... is het over en uit. Helaas. De kunstenaars zijn niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten. Ze willen verder. Dan maar op een andere locatie. En het liefst met elkaar. Want ze hebben lief en leed hebben ze gedeeld de afgelopen 10 jaar. Hier zo in een voormalige basisschool die leeg kwam te staan. En uiteindelijk door de kunstenaars, door al die jaren heen, veel andere kunstenaars ook, onder andere Tineke Nussink, de beeldhouwer van de Hond Max, hebben hier hun werkatelier gehad. Er komt of woningbouw, of het gebouw wordt opgesplitst. Want zowel de Rank, de school, heeft lokalen nodig, als een andere organisatie die zijn oog hierop heeft laten vallen. De eigenaar, de eigenaren, hebben laten weten bij monden van Han de Kluiver, de bekende glazenier, de man met prachtige kunstwerken die hij heeft gemaakt in de loop der jaren. Ook de architect van de Dome en allerlei andere gebouwen hier in deze omgeving. Han heeft laten weten dat hij het betreurt dat na zoveel jaren inderdaad een eind eraan komt. Maar de man is inmiddels 72. Een van zijn compagnons is recent overleden en heeft gezegd van het is mooi geweest. Hij zou nog wel graag willen dat de kunstenaars elders terecht kunnen. Zal daar ook misschien wel zijn best wel voor gaan doen. Maar voorlopig is het zo dat de kunstenaars in zak en as zitten. We gaan even met ze praten. Naast mij 5 van de kunstenaars. 10 stuks in zijn totaliteit. Hebben hier dus een prachtige ruimte gehuurd. Maar zoals dan net gezegd, sprookjes uit. Handen in het haar. Ze willen ergens anders naartoe. Het liefst willen ze blijven, maar dat kan niet. Dus waar ga je heen? Als je een collectief bent eigenlijk van mensen, kunstenaars, die heel graag hier vanuit met elkaar zichzelf willen presenteren. De Nissewaardroute, de kunstroute, ook hier begonnen. En hier zou het ook komend jaar natuurlijk weer van start moeten gaan, toch dames? Gaat het waarschijnlijk niet worden. We gaan eens kennis maken met de dames en met de heer. En naar hun wensen luisteren. Misschien hebben ze zelf al ideeën waar ze naartoe gaan. Of helemaal niet. En misschien wel met vervroegd pensioen moeten gaan. Uitgangspunt is, we willen blijven. Joke Blackmore, prachtige naam natuurlijk. Vooral die achternaam. Waar komt dat vandaan, Blackmore? Uit Engeland. Ooit is er een soldaat hier komen vechten in een oorlog. William Blackmore is verliefd geworden op een Nederlandse vrouw en hier gebleven. Kijk eens aan. Oh, en dat verklaart natuurlijk ook die strijdvaardigheid in je bloed. Het is meegekomen met een van je voorvaderen. Nee, met de voorvader van mijn man. Dus ik denk niet dat ik het heb op die manier heb meegekregen. Nou ja, je bent ook geen Max Schaap. Je hebt al aangegeven hier graag te blijven. Met welke vorm van kunst beoefen jij? Ik maak sieraden. Daarvoor maak ik ook zelf glaskralen. Die brand ik. Of die smelt ik. Is maar net hoe je het wil noemen. En ik werk ook met zaden uit Suriname. Ik werk met allerlei materialen. En daar maak ik sieraden van. Ja, maar sieraden, praten we over oorringen, ringen, armbanden, kettingen. Dat kan je toch thuis doen? Dat kan wel, alleen ik wil het ook graag laten zien aan mensen. En dat gaat thuis helaas niet. Nee, ik ga op mijn zolder of in mijn kamertje aan het werk, maar ik kan ze daar niet tentoonstellen.
Nee, en een winkeltje in het winkelcentrum, dat is geen optie gezien de huren? Gezien de huren is dat inderdaad geen optie. Kijk, het is, ja, de huren zijn te hoog. Ja, het, ja. Dus als het zover komt dat het hier echt gesloten gaat worden, dan kan je nog wel de sieraden maken, maar je kan ze niet tentoonstellen. Is dan bijvoorbeeld digitaal, de techniek tegenwoordig staat voor niets, is dat een optie? Of zeg je van ja, ik zit toch eigenlijk liever tussen de mensen in en ik zie de kopers graag live in plaats van eendimensionaal? Ik heb een website en een webshop, maar gewoon met mensen praten en vertellen hoe je het gemaakt hebt. Maar ze willen het ook graag zien, voelen, omdoen. Ja, en dat kan digitaal helaas niet. Dus ja. Het zijn ook geen kraaltjes en kettingjes die je zomaar op de markt koopt op zaterdag? Nee. Zijn allemaal uniek, allemaal zelf gemaakt. Dus nee, die vind je niet op de markt. Nee. Nee, kostte waarschijnlijk ook iets meer als een daalder. Hè? Ja, ja zeker, daarom. Zeker. Goed, we gaan naar iemand anders. Links van mij, Isabelle Cavel, Française. Oui. Ja, oui. Ja, oui, mais non. Enzovoort, enzovoort. Nee, geen taalles. Nee. Kunst. Ja. Welke kunst beoefen jij, als ik het zo mag zeggen? Ik doe mozaïeken. En ik heb me gespecialiseerd in Venetiaanse maskers. Omdat ik al die mozaïekwerken die ik had gezien, waren heel plat. En ik wil iets 3D maken. En dat vond ik een mooi voorwerp. En dat zijn geen maskers die je zo met carnaval opdoet. Dat is echt wel aan de wand hangen. Het is decoratie, het is kunst. Puur zang, toch? Ja, dat klopt. Inmiddels maak ik ook maskers die gedragen kunnen worden. Maar die zijn eigenlijk bedoeld om in het huis wat op te vrolijken. En ik zeg, de reden dat ik met maskers begonnen ben, is dat ik om me heen zoveel mensen zie lopen met een onzichtbare masker. En dan denk ik, ja, dat vind ik niet leuk. Als het een masker moet zijn, moet die mooi zijn. Van welk materiaal? Wat gebruik je zoal? De meeste maskers zijn van papier-mâché. Kunnen ook van papier-mâché met hars zijn. Daar zijn ze iets steviger. En ik gebruik glasstenen om te mozaïken. Ja, hetzelfde verhaal als bij Joke Blackmore. Jij hebt ruimte nodig. Niet alleen om ze te maken, maar ook om ze tentoon te stellen. Ja, dat klopt. Want ik kan thuis werken. Hè. De mozaïek is klein. Het zijn kleine stukjes die geplakt worden. Maar inderdaad, om het te laten zien, is het toch veel beter dat de mensen ervoor staan. En afhankelijk van het licht dat erop komt, geeft het een ander effect. En dat kan je digitaal ook niet doen. Dus jij bent eigenlijk net zo wanhopig als alle anderen. Wanhopig tussen aanhalingstekens natuurlijk. Hè. De wereld vergaat niet. Maar toch, het zou wel erg jammer zijn als hier een definitief einde aan zou komen. Ja, dat klopt. Ook vooral vanwege de interactie tussen de mensen. Wij kennen elkaar goed. Als iemand een beetje een hulp nodig heeft of een advies nodig heeft, dan ga je de deur naast aankloppen en dan ga je vragen. En je krijgt altijd een antwoord waarmee je iets kan doen. Ja, hiermee is kunst eigenlijk verworden tot een sociaal gebeuren. Want vaak zit de kunstenaar alleen in zijn atelier en gaat 's morgens vroeg beginnen, 's avonds laat door. Maar jullie komen bij elkaar op visite. Je raakt misschien wel door elkaar geïnspireerd. Absoluut. Wij drinken heel vaak koffie of thee met elkaar. Of een wijntje. Soms binnen en als het mooi weer is buiten. We hebben natuurlijk ook het plein. En de interactie, dat is gewoon zo leuk. Iedereen begrijpt een beetje waar die aan op zoek naar is. En zo kunnen wij elkaar helpen. Ja, ik hoorde even op de achtergrond gelacht toen het woord wijn viel. Dat is ook kunst, hè? Het proeven van la vie. Absoluut. Ja. Dankjewel. Ja, kijk eens, we zijn naar buiten verhuisd. Het is heerlijk weer hier zo. En naast mij Nicolien Lancé, ook een van de huurders hier van het gebouw. Met welke kunst mag ik jou definiëren? Ja, ik maak keramiek, keramieke kunst. En dat doen wij hier al 10 jaar. Ik zit al 10 jaar in dit atelier met heel veel plezier. En dat is wat ik maak. En daarnaast geef ik ook les aan cursisten. En beoefen ik ook mijn keramiekwerk uit in het zorgcentrum De S.
En daar heb je een oven voor nodig om te bakken. Die staat hier of elders? Ik heb een grote oven, die staat hier. En ook een kleiwals. En hier op het plein in een schuurtje staat ook een raku-oven. Zodat we ook regelmatig buiten raku stoken. Dit was een ideale omgeving om hier dat te kunnen doen. Ja, dat is niet iets om thuis in de achtertuin te beoefenen. Daar heb je echt atelierruimte voor nodig. Ja, hier heb ik echt de atelierruimte voor nodig. Ook qua licht, dat je ook goed kan zien wat je maakt. Inspiratie en vooral dit atelier hebben we ook nodig met elkaar. Omdat wij ook deze ateliers delen. En nou, daar ook heel veel inspiratie uit halen. Plus dat het daardoor ook betaalbaar is. Want als je alleen een atelierruimte moet huren. En zeker met de huidige prijzen van gas, licht en et cetera. Dan ben je een klein kapitaal kwijt. Dan ben je misschien toch wel, maar dan is het gedeeld door 10. Ja, dat klopt. Wij betalen hier gewoon iedere maand netjes de huur. En nou, dat levert op naar wat je maakt. Ja. Nou heb ik begrepen uit ons vorige gesprek ook dat je begrip hebt voor de situatie. Waarmee jullie zijn geconfronteerd. Meneer de Kluiver, die al, hij is niet meer zo piep, maar hij is ook niet oud. Maar die wil wel van zijn pensioen gaan genieten. Het gebouw heeft onderhoud nodig. En er zijn kapers op de kust die hun oog hebben laten vallen op deze omgeving. Om redenen die we al even in de film hebben aangegeven. Ondanks het begrip. Ben je natuurlijk toch wel zeg maar getergd om een nieuwe omgeving te vinden. Liever blijf je hier, kan niet. Wat is daarvoor nodig? Nou ja, aan alle mooie dingen komt een eind. En zeker hebben we dat hier gehad. Wat ik net al zei, 10 jaar lang prachtig in deze omgeving gezeten. In de Nissewaard ateliers, in alle rust en ruimte. En zeker ook het plein, wat we vaak hebben gebruikt. Ook voor gezamenlijke doeleinden. En ze zeggen, ja, waar een deur sluit, gaat er ook weer eentje open. En dat hopen we. Dat hopen we echt dat de gemeente Spijkenisse of mensen die wat weten, voor ons kunstenaars een ruimte beschikbaar kunnen stellen. Waar we natuurlijk ook voor zullen betalen. Dat is logisch. Maar het is jammer dat dit gaat sluiten. Daar hebben we alle begrip voor. Maar wij zijn op zoek naar wat anders. Ja, jij zegt het niet. Ik zeg het wel. De gemeente Nissewaard. Zou het wat waard moeten zijn om het atelier te behouden, in welke vorm dan ook? Maar ik heb toch ook begrepen dat, niet van jou, maar van anderen, dat de gemeente hier zelden komt een kijkje te nemen, gebruik te maken van, met uitzondering van de vorige burgemeester. Het zijn geen hardlopers geweest op het gebied van interesse voor de kunst. Nu ik dat zo voorleg, deel je die mening? Een beetje wel. Deze ateliers heten de Nissewaard ateliers. Die hebben we altijd met trots gevoerd. En daar zijn we ook zeer trots op dat je kon zeggen, wij hebben een atelier in het Nissewaard atelier. En tijdens de kunstroute was dit altijd een heel druk bezocht punt. Vaak was dit een middenpunt. En we hadden per dag hadden we zeker zo'n 200, 250 bezoekers op een dag. Dat wil zeggen, toch wel heel veel in een weekend. En waar heel veel te bezichtigen was. En waar je ook zoveel voldoening uit kon krijgen. Ja, dat gaat stoppen. Dat is wel heel jammer. Dus wij zijn, wat ik net al zei, laten we kijken of dit mogelijk is om weer zoiets te creëren in onze gemeente. Waar kunst ook eigenlijk in een hoog vaandel zou moeten staan. Ja, Nissewaard. Het is de gemeente Nissewaard. Nou heeft de gemeente aan zich heeft wel heel veel mooie historische gebouwen. Vooral gelegen in de dorpskernen van Geervliet, van Heenvliet, die toegevoegd zijn. Wij zijn in Spijkenisse. Spijkenisse blinkt niet uit met betrekking tot interesse voor kunst. Alhoewel in de buitenruimte wordt er aardig wat geplaatst. Hè? De kikkers van Kees van Wijngaarden, de hond Max, de mannetjes van de Krom. Daar zie je gelukkig nog wel zie je kunst terugkomen. Maar ja, een museum, elke stad hoort toch een museum te hebben. Waar kunst tentoongesteld wordt. En wat is mooier als kunst gemaakt wordt en daarna tentoongesteld wordt. Dus ja, bij deze misschien wel een pleit om het niet alleen te behouden op een andere plek wellicht. Maar met dezelfde kunstenaars. Wat vind jij ervan? Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. En hoe bijzonder zou dat zijn als we dat konden realiseren. Dus ja, wie weet. Laten we het hopen dat het mogelijk is.
Ja, want jullie trekken met jullie activiteiten, trek je ook mensen van ver buiten Nissewaard aan. Mensen uit Oostvoorne, Brielen, ik heb de verschillende gesproken. Ja. Maar ze komen zelfs, die vermalendijde Spijker-Nissebrug komen ze over. Of die nou open staat of niet, ze wachten netjes om hier naartoe te komen. Dat is toch wel bijzonder, dat willen we toch ook? Ja, ik geef ook les, één avond in de week. En dat zijn ook hele trouwe cursisten die eigenlijk, al sommigen zitten er al 10 jaar. En die zeggen ook, nee Nick, we gaan toch niet sluiten, laat het niet waar zijn. Ja, ik kan er niks aan doen. Het is moeilijk om hier in Spijkenisse een ruimte te vinden waar je dit kan doen. En ja, er komen mensen uit Hellevoetsluis, uit voormalig ook Hoofdvliet en omstreken. Die komen echt hierheen. Omdat hier zoveel te vinden is, maar ook de creativiteit met de andere atelierhouders, die is bijzonder. Soms heb je een cirkel rond, een coupeuse, zeg maar Anja van het Nijatelier, die komt met een prachtige lapstof. Die bedrukt met stempels uit mijn atelier die uit India komen, die gebruik ik in de keramiek. Maar die zijn zo veelzijdig en je inspireert elkaar. En dat zou jammer zijn als dat moet stoppen. Ja, nou, we weten dat in ieder geval Jeroen Posma als wethouder cultuur met regelmaat kijkt naar Link Media en Botlek TV. Meneer Posma, een werkbezoek met het voltallig college, de raad. U bent van harte welkom, hè, want niet alleen voor de koffie, maar ook een goed glas wijn. Maar vooral om te laten zien hoe belangrijk het is dat dit behouden blijft voor de gemeente Nissewaard. Dat is ook zo. En wij hebben het altijd geprobeerd uit te dragen. We hebben hier ook met regelmaat heb ik kinderen gehad uit de school De Rank. Die kwamen om eens te kijken van wat is het werken met klei. Dat was een mooie uitwisseling. En ik vang ook regelmatig mensen uit Spijkenisse op die ik een cursus geef. Om ze even los te komen van hun ellende. En dat is eigenlijk wat je niet altijd vertelt of tentoonstelt, maar wat wel is gebeurd. En hier in de ateliers is zoveel te beleven en zoveel te doen en zoveel te samenwerken. En ook, het zou zonde zijn als dat weggaat. We gaan weer even naar binnen. Gaan we met een van de andere kunstenaars gaan we even praten. Gaat u mee? Het lijkt hier wel een internationaal gezelschap. Want hier heb ik Anja Tomset. Ook Engels is het die? Dat klopt, ja. Mijn man is Brits en daar ben ik mee getrouwd. Dus dan krijg je dezelfde naam. Goh, tweede tegenvaller, hè? Eerst de Brexit. En dan heb je een keuze moeten maken. Ben je hier gebleven? En nu het sluiten van Nissewaard ateliers. Wat doet dat met jou? Ja, het is heel jammer. Want ik geef hier les en ik maak grote kledingstukken voor toneel en voor exposities. En dat is lastig gewoon thuis. Ook om les te geven. Je gaat niet allemaal mensen over de vloer. Dat is niet fijn voor je gezin. Nee, en er moet gepast worden. Dus een pashokje, discretie verzekerd, dat soort zaken. Wie mag jij onder je klanten rekenen? Prinses, althans inmiddels koningin Maxima of een ex-burgemeester? Nou, ik heb voor verschillende ontwerpers ook kleding gemaakt, wat op Amsterdam Fashion Week ook werd geshowt. Maar bijvoorbeeld de vorige burgemeester, Mirjam Salet, heb ik ook kleding voor gemaakt. En voor exposities die gewoon in Schiedam, het Museum van Schiedam, ook tentoonstaan gesteld. Ja, ik heb zelfs gehoord, even in het voorgesprek, dat mevrouw Salet en vele andere notabelen uit deze omgeving met regelmaat ook nog steeds komen hier. Als ze wat nodig hebben of een idee hebben, een lap stof in het buitenland hebben gekocht, dan komen ze hier en dan maak ik er wat moois van. Ja, ik zou zeggen van doe een oproep in de camera hoe belangrijk het is om hier te mogen blijven of met elkaar op een andere locatie te komen. Ja, als je een lap stof op de markt koopt of waar dan ook, dan is het gewoon leuk om daarmee iets persoonlijks te maken. En dat doen we ook hier met elkaar. Want bij Nicolien kan je dan ook de stof beschilderen of bestempelen. Of ermee eco-printen. En dat soort dingen, handwerken en ontwerpen kunnen we hier doen.
En dan kan je de passende sieraden bij laten maken. En als je dan helemaal in vol ornaat bent, dan kan je door Jan, daar gaan we later kennis mee maken, kan je een mooi portret laten schilderen. Jan Pieters, of is het gewoon Jan Pieters, Nederlander? Ja, dat laatste. Jij bent schilder? Ja. Figuratief, in welke vorm? Figuratief. Dat wil zeggen, je kan zien wat het voorstelt. Maar het is niet naturalistisch altijd. Heel vaak niet. En ik heb als thema vooral paarden en vrouwelijke naakte. Ja, daar kan je thuis niet mee oefenen natuurlijk. Hè? Met de paarden bedoel ik natuurlijk. Dus, want die krijgen hier niet naar boven op de trap. Nee. Hoe doe je dat? Beeld je je dat in? Heb je voorbeelden? Maak je foto's van tevoren? Modellen misschien? Ik maak schetsjes. En dat doe ik zo. Ik rij op mijn scootertje door het land. En als ik paarden zie, dan probeer ik daar een schetsje van te maken. Nou, soms staat zo'n ding een tijd stil. En dan kun je een vrij gedetailleerde tekening maken. Maar heel vaak is het een paar lijnen. En achteraf gezien in het atelier bekijk ik pas of het wat is. En dan zijn vaak die dingen die aan een paar lijnen bestaan eigenlijk het aardigst. Dus toch meer de abstracte kant uit. Ja, nou kan ik me voorstellen de voorkeur voor naakte vrouwen. Maar voor naakte paarden, waar komt dat vandaan, Jan, die fascinatie? Ja, het zijn mooie objecten in het landschap. En dat is het eigenlijk. Ik heb verder, ik heb niks met paarden. Ik heb eigenlijk zelf ook niet, ik ben geen paardenmens. En ver daarvan. Maar gewoon in het landschap. Het gaat om de kleuren, om de lijnen en ook wel het groteske van zo'n dier. Ja. Kijk, en dat is waarom geen koeien? Ik hou wel van koeien eigenlijk, maar dat is het misschien. Daar heb ik te veel affiniteit mee. Een paard kan ik meer afstand van nemen. Het is voor mij een object om te schilderen. Nou, begeef ik me op glad ijs, want dan kom je zo meteen op die naakte vrouwen. En, Nee hoor, wij laten jou niet op glad ijs lopen. Het is, gelukkig is het zonnetje schijnt, dus het ijs smelt. En het ijs is ook een beetje gebroken hier inmiddels met de dames. We hebben lekkere koffie gehad hier zo. En ja, het doet toch wel een beetje pijn. Niet alleen bij de mensen die hier aanwezig zijn. Maar we hebben ook een mini-enquêtetje gehouden. En horen van heel veel mensen. Wat zou dat toch jammer zijn als het atelier Nissewaard verdwijnt. Wij kwamen daar vaak, wordt er gezegd door sommige mensen. Of we kwamen er één keer per jaar met de Nissewaardroute. Als we dit zouden weten, zouden we wat vaker komen. Hebben in de intro hebben we het al even aangegeven dat het echt dat het doek gaat vallen. Misschien nog een paar maanden extra, wie zal dat zeggen. Maar uiteindelijk zal er toch een andere ruimte gevonden moeten worden. En misschien, als u kijkt, u woont in de omgeving van Nissewaard, van Spijkenisse. En u heeft een boerderij, een grote boerderij, die helemaal nog leeg staat. Vroeger een caravanstalling of wat dan ook. De kinderen zijn het huis uit en inmiddels met een kleine verbouwing zou je daar 10... ateliertjes in kwijt kunnen. Mooi verdienmodel, want de mensen doen dat echt op een manier dat ze gewoon netjes huur betalen. Maar ze willen zo graag als collectief bij elkaar blijven. En dat begrijpen we ook. En de aanloop. Het kan gelijk een soort horeca-gelegenheid worden met koffie, thee, een limonadetje, een 0.0'tje. Het hoort gewoon hier in Nissewaard te blijven. We gaan uiteraard ook praten met de verantwoordelijk wethouder, Jeroen Postma. Dat zal in een volgende uitzending zijn. Dan leggen we de vraag bij hem neer van wat denkt u als wethouder cultuur hieraan te doen? Dit was Botlek TV, Link Media. Tot ziens.